Dames en heren, geachte leden van de Raad, van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 17 oktober 2017. Ook hartelijk welkom aan de mensen op de publieke tribune. Mooi dat u in grote getalen bent gekomen. En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die ons beluisteren via de moderne media. Ik open de vergadering met melding van afwezigheid van de heer Van der Wel en de heer Reijlink. En de heer Oding zou later arriveren deze avond nog. Dat wat betreft de opening, mededelingen, de actuele vragenronde, agenda punt 2. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? De heer Breukelman. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben in de afgelopen periode kennis kunnen nemen van een aantal ontwikkelingen in wat andere gemeenten rondom de pluimvee-problematiek, fipronil. We hebben ook in Hardenberg daar een aantal voorbeelden van gezien. CDA-fractie heeft die bedrijven ook bezocht. En we hebben in andere gemeenten gezien, bijvoorbeeld Ede en Barneveld, dat daar een regeling is opgericht om toch wat te doen in de ondersteuning. En we vroegen ons af of het college van Hardenberg daar ook kennis van heeft genomen. En of ze ook bereid is om te kijken naar de mogelijkheden op dat gebied. Ja, akkoord. Even vanuit de portefeuille economie vooralsnog dat beantwoorden. Wij weten inderdaad, net als iedereen, van de fipronil-affaire af. Ook een aantal pluimveehouders hier in de gemeente zijn daardoor getroffen. Daar is ook contact mee geweest de afgelopen periode. En in een enkel geval, zeg ik erbij, is er gekeken of we daar ook nog wat hulp konden bieden. We hebben niet zelf een actieve regeling overwogen, omdat wij hebben geconstateerd dat binnen het bestaande instrumentarium van regelgeving, zeg maar, er mogelijkheden zijn om een beroep te doen op financiële hulp. Dat is even in de zin van financiële hulp, het BBZ, besluit bijzondere bijstand zelfstandigen. Daar zijn mogelijkheden voor. Dat hebben wij ook gepubliceerd vanuit de gemeente Hardenberg. Ik dacht een aantal keer, twee keer heeft dat gepubliceerd gestaan in de kranten. Dat mensen daar een beroep op kunnen doen. En ik weet in een enkel geval is daar ook, zijn de mogelijkheden ook onderzocht. En in het kader van een andere rol is er ook gekeken of er, of het proces zeg maar ook in de zin van partijen bij elkaar brengen om de crisissituatie te bespreken. Daarin is ook in een enkel geval een bijdrage geleverd vanuit de zijde van de gemeente. Dus voor dit moment verwachten wij dat het afdoende is. Neem niet weg dat het een hele trieste geschiedenis is die deze mensen treft. Maar wij denken vooralsnog dat binnen het bestaande instrumentarium er mogelijkheden zijn om financieel steun te bieden. Tot zover. Akkoord, dank voor de beantwoording. Ik begrijp ook dat het college zegt, er zijn een aantal regels die wellicht van toepassing zijn hierop. Desalniettemin hebben we natuurlijk wel opgemerkt dat er een aantal gemeenten zijn die toch gedacht hebben dat het noodzakelijk is om wat aanvullends te doen. Bij deze de oproep aan het college om daar nog eens naar te kijken naar de argumentatie waarom dat gedaan is. Ja, dat is akkoord. We hebben overigens contact gehad met in dit geval ook specifiek de gemeente Barneveld en gekeken. En wij denken dat de maatregelen die wij hebben, die we aanbieden, redelijk overeenstemmen met de maatregelen zoals zij die ook hebben aangeboden. En bovendien constateer ik ook dat ook anderen daar geen beroep op hebben gedaan op dit moment. Maar we houden de zaak in de gaten en waar nodig, zeker ook als er signalen komen, dan kijken we wat we kunnen doen. Dus in die zin is die oproep genoteerd. Dank. Dat brengt ons, als er geen andere vragen meer zijn voor de actuele vragenronde, dan kunnen we dit agendapunt afhameren. Brengt ons bij de vaststelling van de agenda. Is er behoefte om de agenda te amenderen? Mevrouw Van den Hoek, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. We willen graag vandaag een motie vreemd orde van de dag indienen over de regenbooggemeente. Kort, daarvoor is een meerderheid van stemmen in deze raad nodig. Kijk even rond, de heer Stelpstra zie ik zijn hand opsteken. Dank u wel, voorzitter. Het onderwerp vinden wij als ChristenUnie belangrijk. Ik weet niet of er straks nog insprekers komen.
Maar wij zijn tegen iedere vorm van discriminatie, op welke grond dan ook, en zien het als onze Bijbelse opdracht voor iedereen er te zijn die verdrukt of gediscrimineerd wordt. Voor ons is ieder mens gelijk. De motie van GroenLinks vinden wij echter prematuur en te smal ingestoken, vanwege de focus op slechts één doelgroep. Daarmee vinden wij de motie, zoals die nu voorligt, niet rijp voor behandeling in de Raad. Wij begrijpen en zien de haast op dit dossier niet en willen graag eerst informatief, dan wel via een botsessie, zoals we dat ook halverwege deze raadsperiode hebben afgesproken, in het kader van de samenwerking binnen de Raad, met elkaar van gedachten wisselen over de inclusieve samenleving in Hardenberg voor iedereen. Het onderwerp in 3 dagen door de Raad jagen vinden wij geen recht doen aan dit thema. Wij betreuren dan ook dat er vooraf geen contact is gezocht of informatie over dit voornemen is gedeeld. Daarom ons verzoek aan de Griffie voor dit onderwerp op korte termijn een informatiesessie voor de Raad te organiseren. Het voorstel om de motie nu op de agenda te plaatsen steunen wij niet. Dank u. Akkoord. Anderen nog? De heer Breukeman. Ik ondersteun de woorden van de ChristenUnie, ook met die argumentatie dat het niet om het onderwerp zelf gaat, waar wij niet over zouden willen besluiten. Integendeel, juist die discussie breder trekken over de toegankelijke en inclusieve samenleving, daar gaan we graag over in gesprek. Maar een motie die nog zo kort geleden is rondgestuurd, die niet is voorbesproken, die ik ook niet in de volledigheid van mijn fractie heb kunnen delen, om dat onderdeeltje daaruit te halen en nu te bespreken, dat heeft niet onze voorkeur. Akkoord, mevrouw Luiten. Wij sluiten ons aan natuurlijk bij meneer Stelpstra en bij meneer Breukelman, want we kunnen ons geheel vinden in wat zij zeggen. Een te belangrijk onderwerp om even tussen neus en lippen door in de Raad te doen. Bovendien, wat wij ook belangrijk zouden vinden, is dat we in deze Raad inclusiebeleid daar druk mee bezig zijn. En we zouden het heel graag integraal bekijken en dit onderdeel meenemen in die grotere beleidsambities die er op dit moment worden ontwikkeld. Anderen nog? Ik ga het rijtje even af en dan kom ik bij u, mevrouw. Mevrouw Keller. Dank u wel, voorzitter. Ook ik ondersteun de heer Stelpstra en de heer Breukeman en Ita Luiten. Ik vind het een te belangrijk onderwerp, omdat zonder dat eigenlijk besproken kon worden met de fractie, dit hier nu te behandelen. Dus ik zou dat graag op een ander punt van de agenda of van de tijd zien. Akkoord, de heer Rodemond. Mijn fractie heeft destijds het initiatief genomen ongeveer een jaar geleden voor het hijsen van de regenboogvlag bij monden van mevrouw Hansen. Destijds heb ik ook de discussie in deze raad aangehoord en gezien dat een goed gesprek heel erg nodig is voor dit specifieke onderwerp. Ook wij zijn daarom van mening dat dit onderwerp te smal is ingestoken en te veel met haast in deze raad wordt gebracht. En daarmee ondersteunen we dus de opmerkingen die al eerder zijn geplaatst. Tot slot, de heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Met het gevaar dat ik in herhaling getreden, maar ik ondersteun wat de andere partijen hebben gezegd, ook vanuit het liberale gedachtegoed. Vinden wij dat deze discussie in de breedte gevoerd moet worden. We betreuren het ook dat op deze korte termijn wij geconfronteerd zijn met deze motie. Nogmaals, zoals anderen ook gezegd hebben, dit onderwerp is te belangrijk om in deze snelheid af te doen. En wij gaan graag met al onze collega's hier in gesprek hoe we dit beleid vorm kunnen geven. Akkoord, dan kom ik weer terug bij u, want er is geen meerderheid, constateer ik, voor het bespreken van deze motie. Mevrouw Van Ook. Dank u wel, voorzitter. Dat betekent in ieder geval dat we een ander historisch punt hebben gehaald, dat de motie vreemd niet wordt ondersteund en nog niet zelfs in bespreking wordt genomen. Ik betreur het in die zin dat er worden hier meer moties vreemd op korte termijn ingediend en dan kunnen we het wel bespreken. We begrijpen wel de zwaarte van het onderwerp en dat dat breder wellicht besproken zou moeten worden. Het enige waar wij moeite mee hebben is dat deze groep, de LHBTI, ondergesneeuwd raakt in de algemene discriminatiediscussie. Als dat het geval zou zijn, dan denk ik dat wij het doel voorbij schieten. Deze groep vraagt niet zomaar om aandacht om een regenbooggemeente te worden en al het beleid wat er eventueel aan vast kan hangen. Juist
omdat ze ondergesneeuwd raken in het hele discriminatieverhaal, is dit. Ik onderbreek u wel even. Nou, ik wil het graag toch afmaken, want ik mag verder niks meer. Maar hier is het agendapunt aan de orde of de motie vreemdorde aan de dag behandeld mag worden. Nee. Als u tot een afronding zou willen komen, mevrouw Van Hoek, graag. Doe ik. Ik hou de motie aan en heb het vertrouwen in dat deze raad in de inhoud dan straks deze groep meeneemt. Ja, ik wijs u erop dat u de motie niet kunt aanhouden, want hij is er nog niet. Hij heeft ook niet op agenda gestaan nog. Dus ik constateer dat hij er gewoon niet is. Ik heb uw mede-raadsleden een aantal zaken horen zeggen. En volgens mij biedt dat voldoende stof om er, denk ik, in de voorbereiding nog eens op terug te komen in deze raad. Ik constateer dat deze motie niet rijp is voor deze agenda, dat die dus niet zal worden behandeld. Akkoord. Zijn er andere onderwerpen die deze agenda nog verdienen? De heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Op verzoek van de VVD-fractie is agenda punt 6 aangehouden ter bespreking op deze agenda. Wij zouden aangeven of dat een hamerstuk of een bespreekstuk zou worden. Dat hebben we bij de Griffie gedaan, maar bij deze, ik zie nog staan het verzoek om punt 6 te verplaatsen naar de hamerstukken wat ons betreft. Ik kijk rond. Ook weer meerderheid. Is dat akkoord om hier een hamerstuk van te maken? De heer Nijhoff? Nee. Dat is niet akkoord wat u betreft. U wilt het bespreken. Als bespreekstuk geagendeerd laten. Ja. De heer Mulder? Ook bespreken. Anderen nog? Kijk even rond. Is er een meerderheid die... dan blijft dit een bespreekstuk in die zin. Hè? Want dat is wat aan de voorkant... hadden afgesproken ook. En dat betekent dat het gewoon een bespreekstuk blijft. Andere punten nog voor de agenda? Niet het geval. Dan is de agenda bij deze vastgesteld. En kan een enkeling zich voorbereiden op eerste ronde, zeg maar. Ik ben toe aan het spreekrecht voor de agendapunten. Dus voor de agendapunten... Oh nee, de besluitenlijst. Nee, spreekrecht agendapunten staat op 4... Zijn er behoefte om in te spreken bij de agendapunten? Er hebben zich geen mensen gemeld, dus ook nu niet. Dat betekent dat dit punt afgehamerd wordt en gaan wij naar inderdaad de besluitenlijst van de vergadering van 3 oktober 2017. Geen opmerking binnengekomen, ook nu niet is dat het geval. Dat betekent dat daarmee de besluitenlijst definitief vastgesteld is. Dat brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond, agendapunt 6... Beeldend gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022. Wie wenst daarover het woord te voeren? In ieder geval de fractie van het CDA, de ChristenUnie. En daar blijft het bij. Dan begin ik bij de fractie van het CDA, de heer Nijhoff, van achter het spreekgestoelte. Daar geen misverstand over kan bestaan. Dank u wel, voorzitter. We hebben de vorige oriënterende ronde gevraagd om een concretere onderbouwing van de 5 ton die er de komende 5 jaar als krediet beschikbaar gesteld moet worden voor het klimaat robuust maken van het riolerings- en watersysteem. De portefeuille heeft een notitie met nadere onderbouwing toegestuurd. Het CDA is positief over de overgang van cyclisch rioolbeheer naar functiegericht rioolbeheer en dat u daarbij gebruik maakt van nieuwe technieken, het zogenaamde relinen, die daarbij qua kosten voordeliger uitkomen. Het CDA is ook content met het voorstel om het tarief voor het rioolrecht vanaf 2018 met 10 euro te verlagen naar 251 euro per aansluiting en dat u dit op hetzelfde niveau wilt houden voor de periode 2018 tot en met 2022. Dan terugkomend op een betere onderbouwing van het jaarlijks krediet van 5 ton voor de komende 5 jaar voor het klimaat robuust maken van het riolerings- en watersysteem. In de nadere onderbouwing gaat de wethouder nader in op wat er gerealiseerd is in de periode 2009 tot nu en wat algemener over de komende 5 jaar. En u geeft aan dat dit bedrag in lijn is met het vorige plan en de vorige jaren. U geeft aan dat de locaties met een verhoogde kans op wateroverlast Balkbrug en Bergentheim zijn en dat u per kern een regenwaterstructuurplan met eventueel benodigde maatregelen gaat opstellen. Als CDA-fractie zouden we toch graag de toezegging van de wethouder ontvangen dat hij of zijn opvolger de raad actief informeert, minimaal eens per jaar, over de stand van zaken met betrekking tot het opstellen van deze plannen per kern
en over die plannen, waarover met inwoners uit de betreffende gebieden overeenstemming is over de te nemen maatregelen en die uitgevoerd gaan worden. Als de wethouder hierin meegaat, kan de CDA-fractie akkoord gaan met het voorliggende voorstel. Akkoord, dank u wel. Fractie van de ChristenUnie, de heer Mulder. Dank u wel, voorzitter. Er wordt voorgesteld om in te stemmen met een zevental beslispunten. In de oriënterende ronde, 14 dagen geleden, ging het niet zozeer om de bedragen die beschikbaar gesteld worden voor de going concernzaken, zoals het reinigen, inspecteren en vervangen van het riool dat qua leeftijd en kwaliteit aan haar eind van haar levensduur is en vervangen moet worden. Iedereen begrijpt wel dat dit een keer moet gebeuren. Voorzitter, het beeldend rioleringsplan zoals het wordt weggezet op de gemeentelijke site kan een bijdrage leveren om onze inwoners inzicht en een inkijk te geven van wat er zich afspeelt op het rioleringsgebied. En dat daar behoorlijk wat financiële middelen mee gemoeid zijn. Ook de bedragen die nodig zijn voor het afkoppelen van hemelwater heeft mijn fractie geen moeite mee. Waar we wel wat moeite mee hadden, waren de bedragen die de komende 5 jaar, 500.000 euro per jaar, gebruikt worden voor het klimaatrobuust maken van het riolerings- en watersysteem, zonder daar plannen achter te hebben. De notitie die daarop is nagestuurd geeft meer inzicht in deze bedragen. Want de wethouder was al bang dat de raad op de stoel ging zitten van de uitvoering. Maar wethouder, wees gerust, dat was niet de bedoeling. De notitie geeft dus meer inzicht wat er voor gedaan wordt. Toch wil mijn fractie graag op één onderdeel van het klimaatrobuust maken actief geïnformeerd worden. En dat is het onderdeel, waar de CDA-fractie het ook al over had, het onderdeel dat daar op die locaties waar sprake is van een verhoogde kans op wateroverlast, en waar samen met de inwoners bepaald wordt hoe de knelpunten het beste zouden kunnen worden opgelost. Hopelijk kan de wethouder zich daar wel in vinden. En het tweede punt waar de fractie van de ChristenUnie niet zoveel beweging in ziet, is om in het verstedelijk gebied burgers te faciliteren om ook hun hemelwater mede af te koppelen van het vuilwatersysteem. Indien er een gescheiden systeem ligt natuurlijk. En dat kan in de beleving van de ChristenUnie door infiltratie in eigen tuin dan wel aansluiten op het regenwaterafvoersysteem. Er zijn inmiddels gemeenten die hun inwoners faciliteren door middel van een bijdrage in de vorm van een subsidie. En dat kan bijvoorbeeld per vierkante meter dakoppervlak tot een maximum van. En dat kunnen we dan zelf invullen. De financiële ruimte zit wat mijn fractie betreft wel binnen de 500.000 euro wat nodig is voor het klimaat robuust maken. En aan de andere kant ziet mijn fractie ook dat deze gemeente heel alert is op duurzaamheid. Dus ook het afkoppelen van hemelwater op particuliere terrein kan daar een bijdrage aan leveren. Hopelijk kan of wil de wethouder nog eens goed kijken of hier mogelijkheden voor zijn. En dat eventueel te rapporteren voor 1 januari 2018. Dank u wel. Akkoord, dank voor de bijdrage van de ChristenUnie. Er zijn geen vragen voor u. Dan kijk ik naar het college, de wethouder de heer Jansen, om nog in te gaan op de vraag van zowel CDA als ChristenUnie rondom de informatievoorziening en de betrokkenheid van de inwoners in die gebieden, daar waar het hoogwater kan worden. Dank u wel, voorzitter. Ik dank de raad voor brede instemming met het GRP in de vorige ronde al. En dat merk ik ook nu weer. Er blijft even één puntje hangen waar ik op inga. Maar ik wil ook nog graag even benadrukken dat we met de afgelopen 2 plannen en nu dit 3e GRP-plan toch in de loop van een aantal jaren mooie vorderingen hebben gemaakt die aanleiding geven om op niveau verder te gaan. Een van die dingen is dan ook het klimaat robuust maken van ons systeem. Het klimaat verandert, dikke buien regenwater, waardoor je overstromingen kan krijgen en perioden van droogte zullen elkaar gaan afwisselen. Dat is een nieuw punt waarop we mee bezig moeten. We reserveren daar geld voor. We laten ook zien dat we er eigenlijk in het verleden al mee begonnen waren, maar dat we het nu wat specifieker gaan doen. En u zegt, daar willen we graag bij betrokken blijven. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik denk zelfs dat de afdeling het ook heel erg leuk vindt om daarover nu en dan te rapporteren, omdat ook juist dit een nieuw punt is. En ik zou
bijvoorbeeld me voor kunnen stellen dat we de eerstkomende jaarverslagen, de eerste twee, drie jaarverslagen, dus even ook wat specifiek op dit punt gaan rapporteren, zodat u van jaar tot jaar de vorderingen even kunt zien en ook op die manier ook financieel de vinger aan de pols kunt houden. Zonder tegenbericht zou ik voor willen stellen om het op die manier dan te doen. En als er iets heel bijzonders is, dan zouden we een tussenbericht kunnen maken. Dan gaat, ik denk dat het punten is van zowel de heer Nijhoff als de heer Mulder. Dan gaat de heer Mulder nog even heel specifiek in op, zou je burgers ook nog wat meer kunnen betrekken, specifieker bij het afkoppelen van regenwater? En moet je dat misschien ook doen door daar een regeling voor te maken? Nou, ik denk dat het binnen het verhaal van die 5 ton, zoals u dat zegt, zou moeten kunnen. Gaat me te ver om hem nu al even toe te zeggen, maar ik zeg u wel toe dat we daar even specifiek naar gaan kijken. Ook even gaan kijken hoe de andere 4 gemeenten met wie we samenwerken dat doen. De dingen zijn wat wisselend, wat ik in de gauwigheid daarvan meekreeg. Dus wij gaan er even goed bekijken of dat helemaal voor 1 januari lukt of dat het begin 2018 wordt. Wij komen daar bij u op terug en dan laten wij u weten of wij wel of niet zouden willen overgaan tot zo'n regeling en waarom. Maar dat beschouw ik als een onderdeel van het klimaatrobuust maken. Ik dank u wel. Dank voor uw beantwoording en toezegging in deze. Ik kijk even rond. Behoefte aan een tweede termijn. Ik zie de heer Mulder nog een reactie willen geven. Non-verbaal, dus ik wil u de gelegenheid geven en dan stel ik voor dat we tot stemming overgaan. Nou ja, ik wil in ieder geval de wethouder bedanken voor het feit dat hij meegaat en de handreiking die er wordt gedaan, dat hij die oppakt. En op deze manier toch nog eens een keer goed gaan kijken van hoe kunnen we onze burgers daar ook in betrekken en wellicht mee faciliteren. Dank u wel. Akkoord, anderen niet. Dan wil ik het voorstel in stemming brengen. Kunt u instemmen met het beeldend gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022, zoals het voor ligt met de beraadslaging. Dat is akkoord voor wat betreft CDA, ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66 op koers.nu en de Partij van de Arbeid. Daarmee is het voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen. Brengt ons bij agenda punt 7, het rapport van de Rekenkamercommissie over verbonden partijen. Het is goed om te melden dat ook de externe voorzitter van de Rekenkamercommissie, mevrouw Wertheim, hier aanwezig is. Welkom ook. En ik zie dat inmiddels de heer Stelpstra, lid van de Rekenkamercommissie, aanstalten maakt om naar het spreekgestoel te gaan om een toelichting te geven vanuit de Rekenkamercommissie op het rapport. En daarna geef ik het stuk in bespreking. Heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Als Rekenkamercommissie hebben wij onderzoek gedaan naar de aansturing van de gemeenteraad op verbonden partijen. Wij hebben dit onderzoek samen met de Rekenkamer van de gemeente Coevorden uitgevoerd. Om nog meer te kunnen leren hebben wij bewust gekozen dit samen met een andere Rekenkamer op te pakken. Immers 2 weten meer dan 1 en een onderlinge vergelijking biedt mogelijk meer aanknopingspunten om van te leren. De aanleiding van het onderzoek ligt in de situatie dat de gemeente steeds meer verbonden partijen kent en dat wij hierover in de raad regelmatig vragen of discussies hebben over de invloed die wij hierop hebben. Je bent immers vaak maar 1 van de velen, dus wat is dan je invloed en hoe bereik je invloed? We hebben als hoofdvraag geformuleerd: in hoeverre kunnen de gemeenten Hardenberg en Coevorden hun verbonden partijen sturen en controleren. Uit het onderzoek komt naar voren dat het voor de raden een zoektocht is sturing te geven aan de verbonden partijen. Hiervoor hebben wij in de rapportage een 12-tal aanbevelingen gedaan. We hebben deze samengevat in een 3-tal aanbevelingen die wij graag nogmaals willen bedrukken. Dat is 1. Het lijkt de Rekenkamercommissie zeer effectief dat het college van BNW een informatiemap maakt voor raadsleden met daarin informatie over de verbonden partijen, zoals een checklist, organogram, meerwaarde, de taken. En dus wordt verwezen naar de aanbevelingen 4, 5 en 6. De Rekenkamercommissie gaat niet mee, dat is punt 2, met de reactie van het college op punt 4 van de aanbevelingen. Wij als commissie
vinden dat er een checklist moet komen, zoals in de gemeente Coevorden. Echter zou die checklist wel ingekort moeten worden. En als derde punt, de Rekenkamercommissie stelt voor om na een jaar te monitoren of de aanbevelingen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het zou dus volgens de Rekenkamercommissie goed zijn als een tijdelijke raadswerkgroep, met name punt 2, de checklist kan oppakken voor het opstellen van een checklist voor de gemeente Hardenberg. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Drie duidelijke aanbevelingen uit een set van meerdere aanbevelingen. Het rapport ligt voor. Er is een informatiebijeenkomst geweest, volgens mij vorige week nog, samen met de gemeenteraad van Coevorden, met medewerk van de professor Elsinga. Dus genoeg materiaal voorhanden om het stuk in discussie te geven. Wie zou ik daarvoor het woord mogen geven? De heer Boersma, mevrouw Luiten, de heer Nijhoff, de heer Boersma. Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. De heer Stelpstra noemde het net al even, de gemeente Coevorden. En als ik dan terugkijk naar de afgelopen jaren dat wij met een aantal hier in de raad hebben gezeten en nagedacht hebben over verbonden partijen, hebben we vaak gezegd, wat hebben we er nou over te zeggen? We konden wel een zienswijze indienen, maar we hadden toch een beetje een katterig gevoel van ja, we hebben er weinig over te zeggen. En zou dat niet beter kunnen? Als ik dan naar de gemeente Coevorden kijk en ik kijk dat daar een begroting die er komt, één op één door wordt gezet door het college naar een aantal mensen die een clubje vormen vanuit de raad. Ze noemen het daar grip op samenwerking, maar dat kun je ook anders noemen. Die samen met een paar ambtenaren aan tafel zitten om de begroting helemaal door te vlooien. Vervolgens tegen hun fracties te zeggen van dit is ons opgevallen. En dan de bespreking hier in de raad. Het lijkt wel een beetje een botsissie vooraf. En wij willen aan de raad vragen, want het college heeft daar een oordeel over uitgesproken. Maar het is niet aan het college ding, maar aan de raad. Zou het u een goed idee vinden om ook zo'n commissie, zo'n groep, zo'n werkgroep ook voor Hardenberg op te richten, zodat we een checklistje maken. En we hebben een voorbeeld van andere gemeentes, waarop we de begrotingen van de verbonden partijen kunnen beoordelen, zodat we ook iets meer zicht krijgen op die begrotingen. En ook het gevoel hebben we daar ook een beetje grip op hebben. Dus de vraag aan uw raad is, gaat u me daarin volgen? Als u dat doet, dan zou het mooi zijn dat een aantal mensen hier lid willen worden van die werkgroep. En dan willen wij vragen of onze griffier ons er wel bij ondersteunen. Het maken van afspraken, maar dat is de volgende stap. Ik dank u wel. Akkoord, dank u wel. Mevrouw Luiten. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de Rekenkamercommissie om het te bedenken. Want zoals meneer Boersma al zei, bij ons steekt ook wel eens kijken we naar de verbonden partijen. En dan vinden we dat we daar toch als politiek wat weinig zicht op hebben en inspraak. Het democratisch deficit is wel eens genoemd. Wat dat betreft zijn we het ook zeer eens met de aanbevelingen die de commissie dan weer overneemt uit het rapport. En dan denk ik met name aan het infodossier in de checklist en de commissie. Wij hebben wel een vraag, we zouden daar nog één onderwerp aan toe willen voegen aan dat infodossier. Namelijk om gewoon eens in kaart te brengen op welke manieren wij bij onze ruim 20 verbonden partijen überhaupt daaruit zouden kunnen stappen. Is er een exit? Is dat überhaupt realistisch? Wat zou dat bijvoorbeeld kosten? Niet omdat we wat ons betreft, wat de PvdA betreft, nou overal meteen uit moeten gaan stappen. Maar het maakt wel nogal verschil of je dat kan überhaupt. Als je nadenkt over wat je met zo'n verbonden partij wil. Dus dat lijkt me nog nuttige extra informatie voor in het informatiedossier. Zo'n werkgroep, dat lijkt me een zeer goed idee. Wij zijn daar graag actief bij betrokken. Akkoord, dank u wel. De heer Nijhoff, CDA-fractie. Dank u wel, voorzitter. Naar de mening van de CDA-fractie was dit ook een goede opdracht. We zien ook het belang van de betrokken partijen, zowel voor onze gemeente als ook voor onze inwoners. Vraag voor de CDA-fractie blijft nog wel hoe we het proces van controle en sturing effectief in kunnen richten. Waarbij we natuurlijk ook als raad een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Het gaat er natuurlijk om dat we als raad meer zicht krijgen en zo nodig meer invloed uit kunnen oefenen op verbonden partijen. Daarbij moeten we wel nadrukkelijk rekening houden met het feit dat een fors gedeelte van de raad elke 4 jaar wordt vervangen. Het risico van verbonden partijen die op iets meer afstand functioneren, is dat de aandacht hiervoor in ieder geval tijdelijk minder kan zijn. Daarom vinden we de reactie van de Rekenkamercommissie in het nawoord, zoals opgenomen in het raadsvoorstel, zeer aanbevelenswaardig. Namelijk een infomap voor raadsleden
met de meest elementaire info van de betrokken partijen. De vraag is ook, wil het college hieraan uitvoering geven? En in die infomap zouden we ook graag zien wat de formele verplichtingen zijn qua infovoorziening richting raad, maar ook wat de vrije ruimte is. Wat zou de raad willen weten, wat zou de raad mogen weten? Een aandachtspunt is, denk ik ook, bij het introductieprogramma voor nieuwe raadsleden moet aandacht voor verbonden partijen nadrukkelijk aandacht krijgen. Op zich prettig dat het college werk wil maken van de aanbevelingen, een aantal ook reeds uitvoert. Maar als raad hebben we echter ook een verantwoordelijkheid. En zowel de heer Boersma als ook mevrouw Luiten gaan daarop in. En ik kan het instellen van een tijdelijke raadsgroep of een commissie vanuit de raad kunnen we als CDA-fractie van harte ondersteunen. Daarmee is mijn bijdrage afgerond. Ik merk het. Heer Nijhoff, dank daarvoor. Dan gaan we naar de heer Rodemond, D66. Ja, voorzitter, ik wilde reageren eigenlijk op de oproep van de heer Boersma, maar ik weet niet of u daar nog een rondje voor ging maken. Of... Nee, dat mag u nu direct meenemen. Dank u wel, voorzitter. Ja. Want als lid van de Rekenkamercommissie zelf kan ik niet anders doen dan het volledig eens zijn met het rapport van Ziegler. Dank ook aan de heer Stelpstra voor de goede uitleg over het pad wat we hebben gevolgd daarin. De commissie die vooraf het een en ander gaat bespreken, ben ik... ook groot voorstander van. Ik wil daarbij wel meegeven, ook aan het college, dat ook binnen de verbonden partijen zelf een zekere politieke sensitiviteit mag ontstaan. Die laat zien dat zij ook begrijpen wat een raad wil. Want een infomap op zich maken lijkt me niet zo moeilijk. Maar om die infomap op die manier te vullen, zodat wij er ook daadwerkelijk wat aan hebben wat betreft sturing, dat is mogelijk nog een tweede vraagstuk, dus dat wilde ik graag nog even onderstrepen. Maar verder eens met de oproep. Akkoord, VVD, de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ook ik zal wat bescheiden zijn in het uitspreken van het dank van de VVD-fractie richting de Rekenkamercommissie vanwege mijn lidmaatschap van deze commissie. Dan neemt die weg dat mijn fractie ook instemt met het voorstel van de ChristenUnie. Het lijkt ons erg goed om een bijzondere commissie in het leven te roepen, maar niet zozeer tijdelijk. Wat ik net dacht te horen bij de CDA-fractie was wel juist duurzaam. Hè? Want daarmee wordt die overdracht naar nieuwe fractie of gemeenteraadsleden wat vereenvoudigd. En tevens was het niet zozeer de intentie van de Rekenkamer om begrotingen één op één door te sturen. Dan wel kaderbrieven die vaak 100 pagina en meer betreffen. Het was juist de bedoeling om het wat, durf ik te zeggen, interessanter te maken. Om het, de discussie wat te gaan voeren. Om ook te weten wat precies gebeurt en waarom het gebeurt. Maar ik denk dat het heel goed is om daar een speciale werkgroep voor te maken die zich daarmee bezighoudt. Om vervolgens te kijken hoe we dan de informatie bij alle raadsleden kunnen krijgen. Dus de VVD-fractie zal graag deelnemen aan de commissie of werkgroep of hoe u het ook maar wilt noemen. Akkoord, dank u wel. Anders niet. Ja, mevrouw Van den Hoek, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ook wij vinden dat er goed gekeken moet worden en dat zo'n werkgroep uitermate een goed idee is. Dus wij sluiten ons graag aan. Dank. Dan kijk ik nog even naar de Rekenkamercommissie in de persoon van de heer Stelpstra om een reactie te geven. Nou, hartelijk dank voor alle steunbetuigingen en we zien graag de commissie zo spoedig mogelijk aan de slag gaan. Akkoord. Ik denk dat het goed is om vanuit het college ook nog een korte reactie te geven. Er was al een schriftelijke reactie gegeven, maar daarop aanvullend hoor ik uw raad toch een aantal dingen nog zeggen die ook ik goed zijn om mee te nemen. Er gaat een commissie aan de slag, er is veel steun ervoor in deze raad. Dus vanuit het college zullen we deze commissie ook graag faciliteren. Dat kan ook via de Griffie overigens. De informatiemap, de invulling daarvan zal met de commissie worden besproken als mede ook de checklist. Ik denk dat het goed is. Er liggen diverse voorbeelden van elders bij gemeenten om te kijken wat werkt voor deze gemeente en wat werkt minder goed. En het monitoren is ook aan uw raad, dus daarvan nemen wij kennis. Een belangrijk punt is toch aangehaald ook nog door de heer Rodemond, wil ik nog wel even bij stilstaan. Dus ook de politieke sensitiviteit bij de verbonden partijen zelf. Dat is ook iets waar vanuit het college natuurlijk ook in de verschillende lidmaatschappen in de besturen nadrukkelijk op gewezen kan worden en ook inmiddels gebeurt. En ik constateer ook dat daarin ook wel
winst al is aangebracht. Als ik kijk naar de eigen veiligheidsregio, dan wel de GHOR. Worden daar op dit moment ook weer nieuwe stappen in gezet om te kijken van hoe kunnen wij nou die gemeenteraad daarin goed bij betrekken. En dan niet alleen bij het begrotingsproces, maar ook juist bij de inhoudelijke kaderstelling aan de voorkant. Van wat wil een raad nou, wat verwacht een raad nou inhoudelijk van zo'n verbonden partij? Dus dat is iets wat in ontwikkeling is en wat de komende periode ook alleen maar verder zal gaan. Dus ook daarin akkoord daarmee. Ik vind het een mooie ontwikkeling, zeg ik er ook bij. Ik constateer als burgemeester, ook als voorzitter van deze raad, dat ambtenaren eigenlijk al langere perioden samenwerken in gemeenschappelijke regelingen met andere partijen, veelal met andere gemeenten. Dat bestuurders, dagelijks bestuurders, inmiddels ook zover zijn dat ze over grenzen heen kijken en daarin ook de samenwerking zoeken ten einde voor hun gemeente daar goede dingen uit te halen. En het is ook mooi om te zien dat ook gemeenteraden, alhoewel natuurlijk gekozen vanuit het lokale perspectief, toch ook meer en meer inzien en ook het belang onderkennen van partijen die elders werken of elders functioneren, maar wel ten dienste staan van deze, in dit geval de gemeente Hardenberg. Het is ook goed om die betrokkenheid daarin sterker te maken, goed te faciliteren. Dus vanuit het college willen we daar graag aan meewerken om dat ook te voorzien. Dus wij kunnen ook vanuit het college instemmen met deze lijn zoals ingezet door uw raad. Daarmee denk ik, kijk even rond of er nog behoefte is om te reageren. Als dat niet het geval is, dan betekent dat dat volgens mij dit rapport met de aanbevelingen en ook de toezegging die zijn gedaan tijdens deze beraadslagingen, het rapport kan worden aangenomen en de aanbevelingen kunnen worden verwerkt. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval raadsbreed, alle aanwezigen hier, dan is dit aangenomen. Dank daarvoor. Dat brengt ons bij de hamerstukken van deze vergadering. Allereerst hamerstuk 8, prijsstijging scholenbouw. Behoefte aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. Kunt u, ja, geen stemverklaring, wel stemverklaring, niet, wel. Ja, de heer Rodderman, D66. Of toch niet, jawel. Voorzitter, dank u wel. Vragen van mij in de oriënterende ronde leken erop te duiden dat wij wat kritisch waren ten opzichte van de plannen die nu voorliggen ter stemming. Dat is geenszins het geval. We gingen hooguit in op de risico-inventarisatie voor de langere termijn en niet over de scholenbouw zelf. Dat wilde ik graag even onderstrepen, maar voor de rest kunnen wij voor alle komende hamerstukken akkoord gaan met de voorstellen. Ja, akkoord. Maar dit gaat nog even over punt 8 en daarmee kunt u dus ook akkoord gaan. Dat steunt u. Ik breng het in stemming. Kunt u instemmen met de prijsstijging scholenbouw? Alle raadsleden hier vertegenwoordigd aanwezig stemmen in. En daarmee is dit voorstel ook raadsbreed aangenomen. We gaan in punt 9, prijsstijging nieuwbouw professor Wateringschool. Stemverklaring. Niet het geval. Kunt u instemmen? Dat is akkoord. Daarmee is dit voorstel ook aangenomen. Raadsbreed. De tijdelijke uitbreiding van de matrix. Agenda punt 10. Behoefte aan een stemverklaring. Mevrouw Van Hoek. Dank u wel, voorzitter. We hadden vorige keer in de O-ronde nogal een lange discussie met de wethouder en mij. En uiteindelijk hebben wij de toezegging helder gekregen dat een permanente faciliteit voor deze problematiek in de pijplijn zit. Dus wij kunnen graag instemmen. Het voorliggend voorstel. Akkoord, anderen nog? Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met dit voorstel zoals het voorligt? Raadsbreed, iedereen aanwezig stemt in met dit voorstel en is al dus aangenomen. Dat brengt ons bij de agendapunt 11. De nieuwbouw van de basisschool De Wegwijzer in Schuine Sloot. Stemverklaring, niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Raadsbreed wordt ingestemd met het voorstel voor De Wegwijzer. Dan geven wij de gelegenheid voor een applaus. Want er zijn ferme besluiten hier genomen vanavond rondom het onderwijs. Dus dat is altijd goed. Er wordt geïnvesteerd in de jeugd in de gemeente Hardenberg. En dat is mooi. Maar ook in cultuur wellicht. Want agenda punt 12 gaat over het cultuurprogramma Samen doen, de kracht van cultuur. Stemverklaring. Ik moet even de zaal verlaten, burgemeester. Ja, dan geef ik u daar toe de ruimte en de gelegenheid. En dan wachten we tot u de zaal uit bent. Maar ik zou zeggen, ga niet te ver weg. Is er anders nog behoefte aan een stemverklaring?
Dat is niet het geval. Dan vraag ik de aanwezige raadsleden hier. Kunt u instemmen met dit voorstel? Raadsbreed wordt ingestemd met dit voorstel. En daarmee is het cultuurprogramma Samen Doen, de kracht van cultuur, aangenomen. En vraag ik of iemand mevrouw Van den Hoek weer terug wil halen. Dat gebeurt al. En meld ik ook nog dat ook vanuit het college toch nog nu net het digitale bericht binnenkrijgen dat de wethouder in ieder geval erg blij is met deze nieuwe visie en vooral ook het vertrouwen van de gemeenteraad in dit cultuurprogramma. Zojuist digitaal binnengekregen. Waarvan akte. Agendapunt 13. De onderhoudswerkzaamheden Sporthal de Mulkslag in Bergentheim. Behoefte aan de stemverklaring. Dat is niet het geval. U kunt instemmen met het voorstel zoals het thans voor ligt. Dat is het geval. En daarmee is ook dit voorstel aangenomen. Ik zie nog geen bericht van die wethouder. Digitaal. Agenda punt 14. Vaststelling bestemmingsplan Balkbrug-Ravelijn. Stemverklaring. Dat is niet het geval. U kunt instemmen met het voorstel zoals het voor ligt. Akkoord. Akkoord. Dank voor uw besluitvorming in deze. De lijst met ingekomen stukken tot en met 3 oktober 2017. U kunt instemmen met de wijze van afdoening. Akkoord. Agenda punt 16, de rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag van deze vergadering? Dat is niet het geval. Dan rest ons niets anders dan deze vergadering te sluiten. Agenda punt 17. Ik wil u danken voor de inbreng en de besluitvorming van vanavond. De vergadering is gesloten. Ik meld nog even voor de sluiting dat u natuurlijk spullen heeft aangetroffen op uw tafel van de STU. Neergelegd door medewerkers van de STU. En dat heeft volgens mij alles te maken met het nieuwe elan, het nieuwe logo, huisstijl van de STU. En mensen vonden het toch aardig om in ieder geval ook de raad daarvan in kennis te stellen. Maar u hoort daar ongetwijfeld nog meer van. De vergadering is gesloten. Nogmaals dank voor uw inbreng.